We staan hier tegenover de hoofdcommissaris van politie, de politie Twente. En het plaatsvervangend korpsbeheerder mevrouw Hermans van Almelo, kenbaar. Nou, politie Twente staat er goed voor financieel, heeft de criminaliteit aardig onder controle, maar wordt toch opgenomen in een groter geheel. Is dat een groot voordeel, meneer Sietelsing? Nou, dat kan een groot voordeel zijn als wij zorgen dat het beheer efficiënter weggezet wordt op landelijk niveau. Dat betekent dat wij met de burgemeester, zoals we hier bij elkaar zitten, veel meer over de inhoud van zaken kunnen praten en veel minder over geld, over personeel, over ICT. Dus in die zin moet het wat mij betreft een voordeel opleveren. Ja. En denk ik dat we door het lokaal het politiewerk sterk weg te zetten, dat wij ook hier in het grote geheel prima uit de voeten zouden kunnen. Mevrouw, er is door de burgemeester gezegd van ja, onze belangen worden wel een beetje ondergesneeuwd. Er moet toch nog wel wat veranderen. Men vindt ook wel een beetje dat er nog wel wat veranderd moet worden. Heb je dat ook geproefd? Nou, wat ik vooral heb opgepikt uit de vergadering is dat de collega-burgemeesters zeggen wij gaan uit van onze kracht. Ja. We hebben een goed verhaal in Twente, dat willen we ook georganiseerd houden. En wat ons betreft blijven we bij elkaar, ook binnen dat grotere verband. En ik denk dat de mogelijkheden er ook voor zijn. Er is veel goed overleg tussen burgemeesters en het Openbaar Ministerie in Twente. En dat kan ook binnen die nationale politieorganisatie. Ik denk het wel. Het begint altijd bij jezelf, ook in dit geval. Meneer Sietelsing zei ook in de vergadering dat meneer De Graaf, die nu straks voor het zeggen gaat krijgen, de burgemeester van Nijmegen, daar wel open voor staat. Zeker. Hè? Die is ook echt wel bereid om te kijken hoe we die regionale verschillen die er zijn in die oostelijke regio, hoe we die bestuurlijk op een goede manier kunnen wegzetten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar er moet wel rust komen in de politieorganisatie. Want ik heb de ACP gelezen. Die zeggen gewoon van ja, de reorganisatie zou niet door worden gezet omdat de nationale politie komt. Merkt u die onrust ook een beetje binnen uw korps? Nou, dat valt mee. Dat verschilt per onderdeel. Als het gaat om de onderdelen die gaan over financiën, over personeel, over communicatie. En dus de beheersonderdelen. Daar is best wel wat onrust. Mensen maken zich natuurlijk zorgen over hun werkplek in de toekomst. En dat snap ik ook wel. U heeft er net ook iets gezegd over misschien dat het ook mogelijk is om die regio Oost van de Nationale Politie op te gaan splitsen. Dus dat Twente toch een positie krijgt. Nou, zeg maar, het gaat mij niet zozeer om opsplitsen, maar om inderdaad, zoals u dat zelf zegt, om een goede positie voor Twente als entiteit. Want we zijn echt wel een eenheid als Twente. En ik vind dat we die bestuurlijke kracht, dat we die moeten blijven benutten in de toekomst. Want het gaat niet alleen maar over de politie. Het gaat altijd om integrale veiligheid. Dat betekent dus politie, openbaar bestuur, openbaar ministerie en andere partners die allemaal voor die veiligheid staan in Twente. En die goede elementen van die politieorganisatie waar u dus leiding aan geeft, die moeten ook behouden blijven. Nou, die proberen we juist te versterken door een stuk van beheer weg te halen en op nationaal niveau weg te zetten. Maar er zijn heel veel regio's, maar ik heb ook in heel veel regio's gewerkt. Maar wat me opvalt is dat die burgemeesters hier heel veel invloed hebben toch op het politiebeleid. Vindt u dat ook? Nee, dat klopt. En niemand zal ons als burgemeesters in samenwerking met politie en het OM verhinderen in de toekomst om te blijven samenwerken en die agenda ook steviger te zetten. Dus wat mij betreft is er geen zorg. Dus je blijft nummer 1 op het gebied van politie en openbaar bestuur hier? Absoluut. Zeker weten. Nou, dat staat ook achter u, dus dat is nou mooi. Ja.